Hoe ziet er dat nou uit? Zo'n bom uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er weer een vroege vogelvlog. Het is 17:15 en ik ga naar Zeeland. Ari, waar zijn we nu? We staan hier op een weiland in Rilland. Wat houdt je werk precies in? OCE staat op sporen conventionele explosieven. Tijdens het detectiewerk wat wij uitvoeren voor Heijmans hebben wij hier dus een object eigenlijk gedetecteerd. Daar hebben we benaderd en daar bleek een vliegtuigbom te zijn van de Engelsen. En daar gaan we nu naartoe. Daar ligt dus de bom. Ari, je vindt een bom. En dan? Op het moment dat wij een bom hebben gevonden, gaan wij hem vrijgraven. We gaan hem identificeren, dus kijken welke bom is het en welke ontsteker zit erop. En wat is de wapeningstoestand van de ontsteker. En daarna bellen wij de EOD. Dus de EOD maakt hem onschadelijk? Ja, de EOD is eigenlijk de enige instantie in Nederland die hem onschadelijk mag maken. Hier heb je de ontsteker zitten. Deze staat helemaal op scherp, maar daar kan niks mee gebeuren, want er zit nog een veer in. Die ontsteker heeft geweigerd en vandaar dat de bom hier zo ligt. Dus een veertje is het enige wat hier nog tussen ons en het ontploffen van deze bom in staat. Ja. De EOD komt er zo aan, dus ik ga snel naar buiten. Die kan in ieder geval niet meer ontploffen straks. Dat vind ik een heel fijn idee. Ondertussen heeft de EOD de bom gedemonteerd en wordt hij nu hier uit het gras gehaald om in de vrachtwagen gelegd te worden. Hier achter mij zit de bom dus in de vrachtwagen en hij gaat nu richting het strand. Laat even een like achter en volg ons YouTube kanaal. Heb jij een idee waar ik de volgende keer naartoe moet? Laat dan even iets achter in de comments.